Dag beste mensen, kijk eens, ik heb weer wat nieuws. Zeggen ze, ja, wat is dat nou weer? Nou, dit is een beveiligingscamera van C-Tronics. Beveiligingscamera die niet op stroom hoeft. Daar zit een zonnepaneeltje bij. En hij gaat op wifi. Ideaal eigenlijk. Geen stroomvoorziening, alleen maar wifi. Je kunt overal ter wereld, dan kun je op je beelden kijken. Heb ik begrepen. Hij is net binnen. Hier is het pakje. Ik ga even naar buiten en ik neem jullie mee. En dan ga ik het doosje openmaken, kijken wat erin zit. Even door het vliegengordijn worsten hier. Zo. Oh. Ja, Zo, hallo zeg. Nou, ja, de reden is eigenlijk heel simpel. Wij wonen natuurlijk hier in Spanje op het platteland. En ja, daar zijn toch wel wat incidentjes af en toe. Dus toen zei C-Tronics van nou, wij gaan jou daar eens even bij helpen. Als jullie dat cameraatje voor ons willen testen, dan mag je hem bij jou ophangen. En dat gaan we doen. Maar nu eerst, wat zit er in de... wat zit er in de box? In deze box. Solar Battery Camera Outdoor. Hij is dus geschikt voor outdoor. Even kijken of er ook een... Hoe heet dat? IP... Daar staat dan altijd op. IP zoveel, 67 of zo. Nou kijk, hij kan 355 graden pennen, 95 graden tilten. 2F storage. Full color night vision staat erop. Dus je kunt gewoon in kleur kijken, ook 's nachts. Via je smartphone. Ik ga eens kijken wat erin zit. Eén stuk plastic. Even kijken. Operating instructions. Ja, details van het product. In het boekje. Oh, kijk. Dit is het zonnepaneeltje. Mooi dun, kijk. Het zonnepaneeltje. Prachtig. Met een... Ik weet niet hoe die aansluiting heet. Hij lijkt op USB-C, maar aan de ene kant breder dan aan de andere kant. Dan zit erin schroefjes. Voetjes. Draaidingen. Oh, kijk van die dingetjes. Dat je precies weet waar je de gaten moet maken. Ik maak het net open, dus... Even kijken hoe dat het allemaal werkt. Eén kabel. Ja, dit is zo'n kabel. Als je het zonnepaneel niet bovenop de camera wil zetten, omdat het bijvoorbeeld niet kan, en je het zonnepaneel elders wil zetten, dan is daarvoor deze verlengkabel. En hier het pièce de la résistance. Zo. Kijk eens. Dat is hem. Hij voelt stevig aan. C-Tronics. Nou, ik ga het boekje doorlezen. Kijken wat er allemaal op staat, in staat. Hoe ik hem opgehangen. Ik wil hem trouwens, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ga hem hier aan deze pergola hangen, zodat ik de achtertuin kan zien. Via wifi, overal ter wereld, kan ik het in de gaten houden. Nu eerst lezen. Ja, ik ga hem hier hangen. Kun je uitleggen waarom? Dan heb ik het beste schootsveld. Ja, dan hebben we van daar tot daar. Kun je dan alles zien. En het zonnepaneel kan dan op de camera. Want hier is vrije hemel naar de zon. Dan komt hij zo. Ja, hier ga ik hem dan vastzetten. Je klikt de camera op de houder die je erop geschroefd hebt en klik, hij zit al vast. En dan als borg schroef je daar de meegeleverde kleine schroefjes in. Schroef je deze over die kleine schroefjes in aan weerszijden.
om te borgen. Kijk, dan zit hij zo vast. Dat ga ik ook even aan de andere kant doen. Stickertje eraf. Dan gaan we het zonnepaneeltje erop zetten. Dat werkt vrij simpel. Dit draai je boven in de camera. En dit klikt achterin het zonnepaneeltje vast. Dit beweegt dan. Zo. Zonnepaneeltje. Ik denk dat we dan met twee handen erop moeten klikken. Even kijken. Zo. Klik. In ons geval kan die dus zo staan. En dan klik. En power. Zo. En dan zeggen wij aan. De camera staat aan. En dan staat er een. Volgens mij doet hij het. En dan staat er een QR-code in het boekje. Daar ga ik nu even verder mee aan de slag, want je kunt dan een app downloaden. Op je telefoon. En daarmee kun je dan alles zien en bedienen. Volgende stap. Nou, kijk. Ik heb voor het gemak maar even ook de app op de tablet gedownload. Dan kun je zien wat ik op de telefoon ook kan zien. Het werkt allemaal heel makkelijk hier met geluid aan uit, microfoon aan uit, videootje save, een snapshot save. Save to the SD card. Je kunt het groter en kleiner maken. En je kunt het beeld eigenlijk heel makkelijk verschuiven. Gewoon door een beetje zo te bewegen. Oh, wacht even. Dan moet ik in een andere. Ja, kijk. Dan beweegt hij. Ik wil meer die kant op kijken. En ik wil meer die kant op kijken. En dan krijgt hij meteen een alarm. En je kunt dat ook doen naar boven. En naar beneden. Kijk. En je kunt nog inzoomen en uitzoomen. Maar waar het mij om gaat, wat een super helder beeld, mensen. Prachtig. En nou, ik ben er hartstikke blij mee. Want dat deel van onze achtertuin, in feite is dat. Dat konden wij niet zien. En nu kunnen we daar met allerlei instellingen die zeer duidelijk in het boekje staan. Kunnen wij de camera zo instellen dat we een alarmpje krijgen als er mensen lopen, als er iets beweegt daar. En die bomen trouwens geven geen alarm. Je ziet die palmbomen bewegen. Dat geeft geen alarm. Dat is perfect. En nou, ik ben er heel blij mee. Hij geeft een prachtig beeld. Nog even terug naar het beeld op mijn tablet. Je ziet het, hè? 21:33. Het is donker. De camera geeft geen nachtkleuren. Maar wel een super, super helder beeld. Het is echt heel goed. En ja, wij zijn er helemaal gelukkig mee. Want daar gaat het om. Je moet goed kunnen zien wat er om je huis heen gebeurt. En dat doet deze camera van Seatronics. Ik ga nog even laten zien hoe die hangt. En dan sluiten we dit af. Nou, dit is dus het beeld van diezelfde achtertuin. Nu via de camera zelf. Mijn eigen camera. En deze camera, die heeft dat beeld wat je net hebt gezien gegenereerd. En kijk, hij ziet nu een alarmpje. Hij pikte mijn camera op en gaf mij meteen een alarm in het scherm. Nou mensen, ik ben er bijzonder blij mee. Zeker ook omdat hij werkt dus helemaal op zonne-energie. Onafhankelijk van een stekkertje. Hij geeft een prachtig helder beeld. En hij geeft de juiste alarmpjes als er een beweging is die lijkt op een persoon. Dus Seatronics mensen, prachtige cameraatjes, stevig, waterdicht, speciaal voor buiten. Wij zijn er heel blij mee. Nou, als jullie er ook eentje aanschaffen, ik kan het alleen maar aanraden, want het is wel heel fijn om te zien wat er om je huis gebeurt. En zeker ook als je, net zoals wij, op het platteland woont.
Dus het geeft gewoon een extra gevoel van veiligheid. Dat mag ik wel.